Hallo, ik ben Jorik. En ik ben Nick. Wij zijn derdejaarsstudenten elektrotechniek. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik vanaf jongs af aan al interesse heb in de werking van apparaten. Ik heb op het mbo ook elektrotechniek gedaan en ik hoop met deze hbo-opleiding het dagelijks leven van mensen nog makkelijker te maken door steeds slimmer apparaten neer te zetten. Je werkt bij onze opleiding aan echte opdrachten, bij echte bedrijven. Ze hebben voor het Amsterdams bedrijf Edilight een sensor mede ontwikkeld waarmee je scheuren in carbon fiber kunt waarnemen. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van carbon in plaats van metaal bij het bouwen van auto's en vliegtuigen. Carbon is namelijk net zo sterk, maar veel lichter dan metaal. Een groot probleem bij carbon is dat het moeilijk te ontdekken is of het beschadigd is of niet. Daardoor wordt er vaak onnodig dure dingen vervangen of wordt een auto zelfs stotterlos verklaard. Wij werken aan een sensor die makkelijker scheurtjes in carbon kan opsporen. Wat onze sensor nou zo speciaal maakt is omdat hij compact is, relatief goedkoop en makkelijk is te bedienen. Zo kan de garage bij jou om de hoek makkelijk met het systeem werken. De samenwerking met Jorik en Nick is uitstekend vanuit elektrotechniek. Omdat juist voor dit project hebben we hele gevoelige sensoren nodig. Er komt allerlei moderne elektronica bij kijken. En dat is vanuit de HVA ideale samenwerking. De samenwerking met Rudolf was top. Hij had wekelijks tijd voor ons. We hebben veel van hem mogen leren. Vooral op het natuurkundig gebied. Vooral hoe wervelstromen reageren in carbon. Het is fantastisch om te weten dat je hebt gewerkt aan een sensor die ervoor zorgt dat auto's straks veilig de weg op gaan.